De samenleving zal een verhoging van de bustarieven niet kunnen dragen. Suraj Sahadeulal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, FOSOF, zegt dat bij de laatste verhoging het al duidelijk was dat er minder aanloop was. De samenleving gaat momenteel gebukt onder een economische crisis, dus is het niet verantwoordelijk van de busorganisaties om nu een verhoging te willen, zegt Sahadeulal. Er moet naar andere oplossingen gekeken worden. Wij moeten de samenleving niet laten doodbloeden. Er zijn genoeg oplossingen met betrekking tot om de kosten van de sector te gaan dekken. Er zijn modellen die wij met elkaar gaan moeten bespreken. Kijk, als we praten over het bestaanszekerheid van de sector. Wij weten ook in Suriname dat het aantal aanloop van de passagiers is door de jaren heen gaan afnemen. Wij kunnen ervoor zorgen dat indien de fileproblematiek in Groot Paramaribo wordt aangepakt, dat de bushouders meerdere ritten kunnen gaan maken. Dat is er een faciliterend rol dat je gaat moeten vervullen naar de sector toe. Gaan die mensen dan meer kunnen verdienen? Dat is een oplossing. Meerdere ritten ga je dan meer kunnen verdienen. Een ander issue is, de bussenpark is reeds verouderd. Elke keer wanneer wij over een tarief gaan onderhandelen, wordt er gezegd, ja, die bussen zijn al oud. Hoeveel keren gaan jullie dat afschrijven? Laten wij een complete plan gaan maken en laten wij zien hoe wij de complete bussenpark gaan vernieuwen. Toch middels een investeringskapitaal die tegen een bepaalde rente beschikbaar gesteld gaat worden naar de bushouders toe. Sahadeulal zegt dat er op bepaalde trajecten te veel bussen zijn. Er moet een duidelijk beleid komen ten aanzien van de uitgifte van busvergunningen. En op basis waarvan men kan aantonen dat er een vraag is naar bussen op bepaalde trajecten. Nou, bushalte is een van de oplossingen. Laten wij het infra van alle trajecten goed gaan reorganiseren. Laten wij data's gaan verzamelen, dat we weten hoe groot de aanloop is en er komt een complete evaluatie van het geheel van de trajecten en op basis daarvan wordt er dan vergunning uitgegeven, zodat de trajecten niet overvol gaat raken. Want er moet beleid en wetgeving aanwezig zijn voor ons openbaar vervoer in Suriname en dat missen wij elke keer. Er kan een tussentijdse maatregel komen dat je die bushouders, want er is ook COVID, die bussen zijn niet optimaal, er wordt niet volgens de optimale bezetting gereden, die plekstoelen zijn weggehaald, dat er dan een tussentijdse ondersteuning tegemoetkoming komt naar die bushouder toe. En in tussentijd wordt er in een heel voortvarend tempo gewerkt naar het breed gedragen maatschappelijke problemen die binnen de sector zitten, dat we dat gaan kunnen oplossen. Dan denk ik wel dat we dan samen de ruis zijn gekomen en dat we binnen 2 tot 3 jaar de sector wel hebben kunnen updaten en dat er tevredenheid gaat heersen binnen het geheel. Suraj Sahadeulal, voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer.